Dames en heren, mijn naam is Edouard en welkom to another episode van de Morsecode. Morsecode? Welkom. Dat kwam een beetje raar uit. Morsecode. En we zijn hier vandaag met Waddy aan tafel. Waddy, jij waart een streamen. Ja. Heb je al geld kunnen maken met die shit? Nee, ik heb nog geen geld kunnen maken. Ik wacht op mijn PS5 en dan ga ik terug beginnen. Alright, en we zijn met iemand aan tafel. Keita, niet de voetballer. Hey. Hey. Bro, je bent helemaal van Waregem gekomen om naar Kortrijk. Dus. Ja. Is dat niet in de buurt? Nee. Jawel, het is niet ver van elkaar. Het is niet zo ver. Hé, hey, geluidsman, zwijg eens. Maar hoe lang is dat onderweg? 1 uur. 1 uur, putain. Yes. Zie, mensen doen moeite. Ja, mensen doen echt moeite. Dus dat is wel leuk. Het is goed, ja, voor de naamsbekendheid. Ja? Het is goed voor die naamsbekendheid. Hoor. En, was dat een goede trip? Oh, what the fuck ben ik aan het praten? Ik ben over de trip aan het praten van Kortrijk naar hier. Dus jij bent een MMA-fighter. Ja, mixed martial arts. Mixed martial arts, hoe lang doe je dat al? Hoe lang, dat weet ik niet precies. Maar pro pak 4 jaar ongeveer. 4 jaar. En hoeveel wat is je status? 4-0? Als pro, ja. 4-0. En de 30ste vecht jij terug? Ja, dat klopt. Oké. En wat is je sterkste eigenschap als vechter? Like, dat weet ik niet. Ik probeer in elke vlak sterk te zijn. Like ground game, stand-up? Maakt me niet uit. Ik probeer gewoon op alles sterk te zijn. Ook, ground, stand-up. Okay. En geef je signature? Like kick? Niet dat ik echt. Iets een overhand of iets waar je echt zo goed is. Zo'n special fatality of zo? Ja, special fatality is gewoon winnen. Nu is gewoon winnen. Nee, maar hoe ben je begonnen eigenlijk met vechten? Was dat gewoon vechten op straat of zo? Of ja, het is daar eerst begonnen. Vroeger was ik gewoon een voetballer, snap je? En daarna, door te veel problemen op straat, er was ook dan een Tsjechische vriend die vechtsport deed. Maar bij ons niemand die vechtsport of zo, qua familie. Het was basketter of voetballer, dus... Ja, standaard voetbal, je wordt iedereen zo lang gepusht, joh. Ja, daarom. Dus, en die Tsjechen zit hier mee, kom naar mijn club. Eerst, ik wou niet eens gaan, want we vechten. Ja, true. Opeens ging ik naar daar en ineens ik vond dat leuk en zo is dat uit de hand te lopen. Maar had je ooit gedacht dat jij professioneel ging vechten? Nee, eigenlijk nooit. Nooit. En hoe is dat dan gekomen? Was je gewoon aan het trainen? Mensen zeggen van... Ja, ik was gewoon aan het trainen. Ik heb als amateur een paar wedstrijden gedaan. Ja. En toen we van geen tegenstander meer bij amateurs. Niemand wou tegen me vechten en zo. Dus ze hebben gezegd, kijk, je moet naar pro gaan. Eerst, ik wou niet. Ik wou genoeg ervaring doen op amateurs. Ze zeiden, nee, we moeten gaan. Dus. Ja, bro, ik heb ooit gevochten op straat. Ik had 1 box gegeven. Ik krijg 3 boxen van hetzelfde gest tegelijk. Ik weet niet eens hoe dat kan. Maar ik was zo helemaal weg. Helemaal weg. Ik kan echt niet vechten, bro. Dat is echt niet mijn ding. En bro, ik had gezien, jij komt van Guinea. Je zit daar geboren. Ja. Conakry. Ja. Oké. En hoe was eigenlijk je transitie van daar naar hier? Hoe heb je dat kunnen doen? Bij mij was dat makkelijk, omdat ik ben gekomen op een jonge leeftijd. Dus, en heel mijn familie was hier al. Dus. Hoe oud was je? Ik was 11, 12 jaar of zo. Dus En hoe oud ben je nu? Nu ben ik 23. Mooi leeftijd. Dus. Upcoming, je primetime, hè? Ja. Dus ja. Nee, mijn primetime is dat ik in de 30. Ja, 30. Serieus, blijf je zo lang vechten? Ja. Is dat niet zoals voetbal de tegen de 30 dat je al zei van. Nee, vechten is anders. Nee. Want ik neem aan, hoe verder jij blijft gaan, hoe meer ervaring dus, techniek verbetert. Jij vindt andere manieren om te trainen. Dus. Het is gewoon van het lichaam te zien, snap je? Wanneer als je lichaam niet meer wilt, wil zien. Ja, dus. True. Mm-hmm. Ik heb zo'n vriend van mij en hij kent jou. Ik weet niet of jij hem kent, Basim. Ja, Basim ken ik. Ja. En hij zei dat ik aan jou moest vragen: van jij bent een heel explosief vechter. Ja. Je gebruikt heel veel woede en heel veel kracht om die andere persoon over te winnen. Dat kan, ja, dat kan. Hij zei: ik moest aan jou vragen, stel je voor, jij gebruikt je explosie bij een gevecht, maar jij komt iemand tegen die veel nadenkt en die echt niet bang wordt van dat. Hoe had je dan vechten? Mijn explosiviteit komt niet zomaar, snap je? Ik ga niet zomaar explosief. Ik ga niet zomaar zo gaan vechten als ik weet dat iemand is die na gaat denken. Dat kan gewoon anders vechten, snap je? Ja. En ik ga niet zomaar inkomen zonder na te denken. Mm-hmm. Dus er is wel, ik denk sowieso na voordat ik iets doe. Ja, okay, zo, Ik neem aan dat je conditioning ook echt goed is. Ja, dat moet sowieso. Zeker, dat zijn we mee. Hoe vaak per week train je op conditie? Op conditie train ik sowieso 3 keer per week. 3 keer per week. Ja. Ja, en wat houdt er dan in die training? Ja, ik weet niet. Het is, lopen, sprinten. Lopen doe ik niet vaak, sprinten wel.
Ja. Want veel mensen gaan lang gaan lopen, dus als vechter ik vind dat niet nodig, lang lopen. Het is goed voor je basisconditie, maar ja. Het is niet echt zo speciaal. Ja, springt ik wou, het verschil. Ik wou dat even terugdraaien, want je zei je bent naar hier gekomen op een jonge leeftijd met je moeder, was het? Hoe heeft je moeder gereageerd toen jij zei van ik ga vechten? Eerste fight wist mijn moeder van niks, tweede fight ook niet. Pas de derde fight heeft ze dat gezien op Facebook, dus ik heb nooit direct met mijn ouders dat ik vechtsport doe. Ja. Dus pas de derde fight zag ze een affiche op Facebook, ze zei wanneer doe je vechtsport? Ik zei ja, ik weet niet, ik doe vechtsport. Ze vond dat niet erg. Ze vond dat niet erg, ze was niet bezorgd ze was niet of boos of zo. Ze zei zelf tegen mij, ja, die fight verliezen. Want ze zag meteen standen. Ze zag meteen standen, een oudere man die dat. Ja, en ze zei tegen mij, ja, die fight verliezen. Maar die fight is niet lang geduurd. 30 seconden of zo, of 1 minuut. Knockout? Ja, knockout. En hoe kun je dan het beeld van een professionele vechter combineren met je normale leven? Allee, ik weet niet, ik zit niet in die wereld, dus voor mij is het echt zo van. Zijn mensen bang van jou of zijn mensen echt zo van... Moet bang. Je inhouden? Bang, nee. Inhouden niet. Ik ben, ik ben niet zo agressief, denk ik, toch? Ja. Ik ben tranquil, dus ik laat met iedereen. Dus. Ja, sowieso. Okay. Ja, ik doe mijn dingen. Dat is zo wat dat beeld dat je uitstraalt. Ja, sowieso. Een beetje zo Khabib-type. Ik weet dat niet. Ja, bro, ik weet niet. Ik denk gewoon van als ik buiten ben of zo en ik kom iemand tegen en die is ruzie aan het maken, ik ga ruzie maken, maar vanaf het moment dat iemand in mijn oor zegt van... Sorry bro, mijn excuses. Ik ben loesoe. Ja, nee, het is niet ook als ik beter ben, dat ik de hele dag zit te shadowboxen, iedere dag tegenkom. Nee, ik ben gewoon tranquil. Maar heb je ooit zo, nadat jij echt een professioneel werd aan het vechten, heb je ooit buiten gevochten? Allee, als dat gezegd mag. Dat is één keer gebeurd, maar dat was 3-4 jaar geleden. Dus. En dat was makkelijk? Ja, vermoed ik wel. Ja, qua vechten, kijk, dat is altijd makkelijker geweest, denk ik. Maar is dat zoals in de films? Want in de films, kijk nogmaals, ik ben geen vechter. Ja. In de films, je ziet zo van wanneer dat iemand een box gaat geven of zo, die andere persoon die weet al exact naar waar dat die gaat en wat dat die terug gaat doen. Heb je zo een mentaliteit van. Ja, maar meestal is dat reflex. Omdat je traint zodanig veel op dat je ongeveer al die vechten verwacht. Ja, het is niet lekker dat je een vis op pose doet. Dat is meestal gewoon een reflex. Ja, maar bro, ik vind dat gewoon graaf. Dat is echt iets dat ik niet alleen niet kan. Ik heb al gevochten op straat. Ik heb rommel gekregen, maar ik heb al ervaring met vechten. Snap je? Ervaring met vechten. Maar je komt wel uit een land waar een gevechtsport is. Ja, kijk. Dat echt Braziliaans Jiu-Jitsu. Ja, het ding is, ik heb Braziliaans Jiu-Jitsu gedaan. Ja. Maar dat is meer gewoon grepen en zo. Dus ik kan gewoon, als ik jou grijp, dan heb ik jou. Ja. Maar echt vechten of zo, dat kan ik echt niet. Bijvoorbeeld toen ik in het leger zat, was mijn specialiteit lichamelijke contact en handwapens. Ja. Dus dat was echt, maar lichamelijk contact was echt puur jiu-jitsu, dat was Braziliaanse jiu-jitsu. Ja. Dus dat was gewoon groundwork en gewoon die andere persoon echt gewoon vasthouden. Ja. Zodat die niks gaan doen. En waarop focus jij? Judo, worstelen, ik op alles, op jiu-jitsu. Jij mixt dat gewoon. Ja mixed martial arts. Ik wil niet een vechter zijn die alleen maar kan strijken, snap je? Want al mijn tegenstander gaan geen strijker zijn. Al mijn tegenstander ga ik geen BJJ-vechter zijn. Ja, maar zou dat niet beter zijn als je zo op twee specifiek gaat focussen om daar echt een specialist in te worden? Bijvoorbeeld Khabib, like wrestling. Ja. Hij mixt een beetje met judo. Ja. Ja, dan, maar stand-up. Ja, Khabib heeft de laatste jaren ook gewerkt aan zijn stand-up. Ja, dus dat is normaal, dus je moet zo werken aan alles. Stand-up comedian. Nee. Ik hoor stand-up, bro. Stand-up als in... No, high kick, low kick. Dus no groundwork. Nee. Maar ja. Wat was zo je grootste challenge toen jij begon te vechten? Die ding dat voor jou het moeilijkste was? Opstaan. Vroeg opstaan? Niet vroeg opstaan. Zo na training. Mijn lichaam is kapot. Weer opstaan om nog een keer te gaan trainen. Dat was echt... Zo traint je 2 keer op een dag? Ja. Waarom? Ja, waarom? Ja, to be the best, he must train, is normaal toch? Ja. En wat is de volgende stap dan? Want jij bent 4-0 nu. Ja. De volgende stap is eerst binnen 30 mee winnen. En daarna vechten voor wereldtitel. En daarna zien we wat de volgende stap is. Ja. Hopelijk Bellator, UFC. Wereldtitel. Ja, jong. Inshallah, bro. Inshallah. Bellator. En nee, rechtstreeks naar UFC zou beter zijn. Dat zou beter zijn. Maar er is een mooi ding op komst. En stel je voor, gaat voor de wereldtitel. Ja. Oh.
hoe lang duurt die periode totdat jij de wereldtitel dan zal krijgen? Normaal gezien moest ik nu vechten voor de wereldtitel. Wereldtitel WFL, maar die tegenstander was. Die tegenstander heeft niet geantwoord of zoiets. Ja, was gecanceld, dat gezien. Ja, dus nu moet ik tegen iemand anders vechten. Is dat niet automatisch gewonnen? Nee. Nee, ik wil geen wereldtitel wonen voor een riem te geven. Nee. Sowieso moet ik vechten voor de riem. Ja. Dus als het niet tegen die tegenstander is die nu de wereldtitel heeft, neemt ze de titel af van hem. Dan vecht ik tegen iemand anders voor de wereldtitel. Mm-hmm. En wat vind je nu van de Logan? Is dat Logan Paul? Logan Paul. Ja, wat vind je dan? Kapot slaan, ik. Maar denk je dat fake is? Nee, hij is niet fake. Maar hem zelf is fake. Maar zijn vechten zo is niet fake. Ja. Dus dat is niet betaald gewoon. Nee, ik denk wel dat hij ding heeft echt kapot slaan. Dat denk ik wel. Wow, ja, ik denk ja, dat Ben Askren. En ik bedoel Jake Paul. Ja, dat is altijd zo. Ja, Jake Paul ook. Jake Paul, ja, inderdaad. Bro, die poeier kwam wel hard aan. Ja, maar ik denk ook, die Ben Askren wou gewoon even die backpack, ja, wat vertrekken. Ja, daarom. Hij was aan het lachen. Maar ik denk niet dat hij ook zo erg gemotiveerd was voor die fight. Hij wil gewoon zeggen. Ja, maar ik vind dat gewoon. Dat papa buikje zelfs, man. Ik vind dat gewoon raar dat bijvoorbeeld iemand die zo bekend is geworden met Vine en met YouTube, ineens uit het niks kan zeggen van oké, ik ga vechten en ineens al met de beste of met zo'n grote mensen al direct kan vechten. Ben, iedereen kan Ben Askren niet door zijn striking, door zijn grappling, door zijn worstel en zo. In One Championship, hij pakte iedereen op grappling. Dat is niet normaal. Oké, en Jake Paul is gewonnen. Maar het was puur striking, het is geen striker. Dat is weer een heel andere basis dat je aan toevoegt. Je mag niet eens voor de benen gaan. Jake Paul is slim. Jake Paul gaat niet vechten tegen iemand die... Ja. Bijvoorbeeld Jake Paul gaat niet vechten tegen McGregor of zo. En hij wil ook niet in de MMA gaan. En tuurlijk niet. Hij wordt daarvoor moord. Maar wat is hij nu aan het doen dan? Hij is gewoon een vechter zomaar. Lawaai aan het maken. Gewoon lawaai aan het maken. Hij pakt geld. Hij pakt niet normaal veel geld. Ja, sowieso. Hij gaat naar een 1 miljard purse in totaal in winnings dat hij kan hebben. Omdat hij zoveel fucking geld pakt. Wat is de grootste bag dat jij ooit hebt gepakt? Ik weet dat niet, joh. Dat gaat zo zeggen. Maar 200 euro. Zonder specifiek te zijn. Maar pakt jij al geld daarop? Ja, tuurlijk. Wow, dat is goed, genoeg, man, om van te leven? Hoe meer, hoe beter, zie ik. True. Nee, bro, maar ik vraag me altijd af. Oké, dus de persoon die verloren heeft, die krijgt ook geld. Ja, die krijgt sowieso geld. Maar voor de fight staat sowieso wat hij gaat verdienen. Staat sowieso vast. Dus winnen of verliezen, pak je sowieso je geld. Misschien soms krijg je dan een winbonus of zo. Of fight of the night of ding, maar. Oh. Voordat je sowieso vecht, staat er sowieso. Dat is gewoon cash dat je dat krijgt? Nee, niet altijd. Ja. Ze zien het overschrijving met contracten en al die shit? Of? Ja, ze sturen altijd contract door. Hè. Dus je hebt echt loonbrieven? En nee, niet loonbrief, fightbrief, kun je zeggen. Ja. Wil de Graaf, die heeft een fightbrief. Ik hier op kantoor zitten met een loonbrief. Weet je hoe graaf dat hij is? Hij heeft gewoon een fightbrief. Als iemand tegen mij zegt een fightbrief, dat is gewoon voor mij een invitation om te gaan vechten of zo. Een fightbrief. Dat is waar. Maar dat is zo. Dat lijkt toch. Hey, bro, ik heb een fightbrief aangekregen. Dat is nice dat je daar geld mee kunt verdienen. Plus, jij doet dat graag. Daarom. Oké, geen blessures gehad, nog niks gehad dat je echt... Geen zware blessure, maar tijdens de training loop ik wel soms blessure op. Like bijvoorbeeld ribben, voet. Dat zijn gewoon bruises dan, gewoon echt blauwe plekken. Ja. Nee, ik had ribben blessure, ik was even oud voor een maand of twee. En was dat moeilijk om zo ineens van die maand of twee terug te komen? Ja, dat was echt moeilijk, maar... Ze zitten meer rusten, maar dat hangt niet. Dus ik heb soms aan. Maar is dat echt zo een lifestyle dat je hebt? Ja, nu? Dat is een lifestyle. Kan niet anders. Dus jij drinkt niet, jij rookt niet. Nee, ik dus... heb nog nooit gedronken in mijn leven. Ook, nee. Ja, dat is goed, bro. Oei. Ik kan me niet voorstellen zonder drank. Ja, bro. Ja, ik ben een alcoholieker. Dus, ooit ga ik echt een alcoholieker worden. Mensen gaan echt zeggen van. En ook gelovig? Ja, alhamdulillah. Moslim? Alhamdulillah. Helpt dat u in uw fight? Ik denk van wel. Ik ga nooit gaan vechten zonder twee raketten te doen. Dat is raar, Mike Tyson deed dat, Muhammad Ali, Khabib, al die toppers deden dat. Ja, het moet. Al die toppers deden. Ja, it helps. En wie is dat niet? Like Gypsy King, die is zelfs niet moslim en die leert zo Al-Fatiha, zo'n gebed, vooraleer hij begint. Ja, op een manier helpt dat hem, Dat linkt hem dan zo met de legend, zegt hij. Mike Tyson deed dat ook en zo. En verkrachten zij elke fighter? Okay, over legends, wie is voor jou de grootste legend van MMA dan? In MMA, ik ga altijd voor John Jones.
Ja, controversie. Ik weet niet wie dat is. Je kunt zeggen, zonder zijn disqualificatie van die, wat was dat? Zero. Van verkeerde elleboog. Ja, die geeft zo'n elleboog, dat mag niet in de UFC. Dus disqualificatie, en is zo'n fucked up shit. Like, hij is tegen een vrouw gereden, hij is weg gaan, gaan lopen. En tijdens de match? Nee. Ah, ik kan net zeggen. Huh? Like, het is some cocaine. Shit. Ja, dickpills. Dickpills? Ja, dickpills, een beetje dick hard. En daar zit een bepaalde stof in. Viagra. Door elke fight met DC Viagra? Bijna. Ja, zoiets. Denk dus het. Die is aan het vechten met... Ja, die was onder invloed, maar blijkbaar wist hij dat zelf niet. Nee, niet in gevecht. Die gebruik, dat was gewoon dingen dat je gebruikt dagelijks leven. Maar als een vechter, maar is ook een ding niet. Omdat dat geeft je een testosteron boost en dat zorgt ervoor dat je beter kunt presteren. En ja, ik weet niet. Waar kan ik dat kopen? Bol.com! Ja, body and fit shop. Je kunt testos kopen, hè. Serieus? Ja, man, maar je moet daarmee oppassen. Laat mijn vriendin gaan blij zijn. Je lichaam moet dat maken. Niet kopen, man. Nee? Ja, nee, don't do that. Nee? Blijf healthy, man. Oké, dus voor iemand zoals mij. Yeah. Ik vecht niet. Yeah. Mijn conditie is ook naar de kloten. Ik rook elke dag. Ik drink elke dag. En stel je voor, ik wil beginnen vechten. Wat is voor jou de eerste stap voor mij? Eerste stap, niet opgeven. Dat is sowieso de eerste stap. Want niet opgeven van alcohol, sigaretten? Of ja, sowieso moet je allemaal opgeven. maar niet opgeven, want mensen, zeker als ze een slechte conditie hebben na één training of zo, ze wil niet meer. Yeah, en dan moet ze veel fouten doen. Ja, ik wil Engelse box beginnen doen. Ja, dus... ik kan altijd bij, het is nooit te laat. Oké. Dus... niet meer voor de profs gaan. Hè. Dus ooit gaan wij gewoon één sparm? Een klein beetje, je weet. Ja, broer. Kom terug, ik heb ook zelf jiu-jitsu gedaan en worstelen. Ja, ja. Dus dat is wel interessant, man. Misschien kom ik eens naar Kortrijk, wil tegen je sparren dan. Geen probleem, altijd welkom. Goed, broer. Maar kijk, stel je voor, zou je ooit iemand trainen? Ja, in mijn club heb ik een vaktraining. Hoeveel? Dus... zeg training. Nee, maar ik zweer het, ik wil echt beginnen te trainen. Wat was zo de raarste match dat jij ooit hebt meegemaakt? Raarste match? Was in Den Haag. De eerste keer dat ik had bevochten, het is zo'n lange gast. En ik was klein. Iedere keer wilde ik snel naar binnen komen. Ik had niet zoveel ervaring. Het was misschien mijn derde match. Dus ik was klein. Ik ging iedere keer... snel naar Ben. Mm-hmm. Ik kreeg de knieën en zo, dus dat was wel een rare match, maar gewoon. Dus. En decision of? Ja, decision. Okay. Veel slam. Ik ging naar Ben, ik slam, maar ik hoorde allemaal op de rand. Heel tijd. Een beetje ground and pound en zo. Dus. Yeah. Ja, dat is wel graaf. En wat was de langste match dat jij had? Langste match? De hardste ook een beetje. Hardste. Ik verzamel hard, maar hoe langer dat ik daar zit, hoe beter voor mij. Ik ben niet zo iemand die zei, ik moet hem finishen. Mijn doel is altijd gewoon winnen, dus het maakt niet uit hoe lang dat we daar zitten. Dus ik kan niet aan fighten met een conditie van één round. Nee, ik kan aan fighten met... Als het een fight 20 minuten duurt, is 20 minuten dat ik daar ben. Als het 30 minuten duurt, is 30 minuten daar ben. Maar je speelt dan een beetje slim. Like, die gewoon afbreken en dan proberen te finishen tegen het einde. Ja, want veel mensen maken die fout. Ze gaan een fight, ze zoeken makkelijke tegenstander. Ze slaan die tegenstander KO, 1 minuut. Oké. Op to the next, 1 minuut, op to the next, 2 minuten. Maar dat boeit geen ervaring op. Je gaat naar UFC dan, of je gaat naar een grote organisatie, vecht je eerlijk tegen iemand, zit je vast. Je weet niet meer wat je moet doen. Ja. Dus liefst, nu al vechten tegen mannen dat je denkt dat je echt moeilijk om een wedstrijd te wonen, dat je nu al afleert, dan later, als je later gaat verliezen, dan gaat heel veel pijn doen dan nu. Snap je? Ja. Nu kan je nog een verlies of twee hebben of zo, dat is geen probleem. En zo, upcoming Nari fight, wat ik zo meestal te horen krijg bij vechters, is die stress. Er is altijd zo'n stress dat je ervoor hebt. Ja, en vanaf het moment dat je in die kooi komt, hoe voelt zeker. Dat dan? Gaat dat weg? Of? Ja, dat gaat zeker weg. Maar ik heb altijd stress hoor. Altijd? Ja, altijd. Mid-fight ook? Nee, tijdens de fight niet. Dan gaat dat... de fight niet, dat gaat altijd wel zo. Maar voor de fight altijd. Je bent echt zo in een zen-mode. Dus ja, ik weet niet. Het is echt iets rare. Dus. En je hoort niks niet meer? Of? Ik hoor gewoon mijn trainers, de publiek hoor ik amper. Echt raar. Het is heel veel zaal, maar ik hoor het publiek amper. Ik hoor gewoon mijn trainers. Ja. Het is echt een rare klik. Je bent zo precies getraind om alleen zijn stem te horen. Ik hoor alleen maar... Wat was zijn naam? Nico was het? Of? Mijn trainer? Ja. Steven. Steven. Nico Steven Wouters. Ik heb 3 trainers. Steven Wouters. Younes. Nico en Steven, dat is ver van elkaar. Ja, ik ken het. Dat is bijna hetzelfde. Nee, maar ik wou even...
al van de gevechten en van MMA even opzij zetten. Ja. Ik wilde eigenlijk horen waarom ben je naar België gekomen. Want jij zei, je bent op 11-jarige leeftijd. En hoe was dat voor jou om in België te komen? Gewoon naar mijn familie toe. Want in Guinea had ik bijna niemand meer. Ik leefde met mijn oma en toen ze werd ziek. En mijn moeder was hier, mijn zus was hier, mijn broer. En mijn dus jouw familie was hier al ja, lang? Ja, mijn familie was hier. Ik was de enige waarom? Mijn oma daar. Omdat mijn oma woonde naar België gekomen of zo. En mijn oma heeft geen jongen gehad als kind. Dus. Ik was de enige, op dat moment was ik de enige jongen in de familie. Dus ik wou bij mijn oma blijven, ja. Mm-hmm. Ja. En daar heb ik gebleven bij mijn oma. En daarna ben ik achtergekomen. Dat heeft daar ook, daar bijvoorbeeld in Guinea, dat heeft ervoor gezorgd dat je ook een beetje harder was als persoon? Of? Dat kan. Maar ik denk meer door die dingen van vroeger. Door mijn vriendenkring, door... Die invloeding zou ik zeggen. Ja, die invloed. Gewoon hoe dat ik dagelijks was in het leven, denk ik. Ja, maar je werd gekomen naar hier op 11 jaar. Was dat direct van dat jij dan direct werd aan het hangen op straat? Of dat jij Nee, eerlijk niet. Want toen dat ik naar hier kwam, woonden we in de wijk. Dus ik ging niet veel naar de stad en zo. Ja. Pas toen dat ik uit de wijk ben verhuisd, toen dat ik naar... Pas na de verhuizing ging het pas mis. Mm-hmm. Want toen ging ik naar, want ik ben dan verhuisd in een stad waar ik bijna niemand kende. En waarom? Je zegt dat ging het mis. Wat is misgegaan? Dus ik ging vaak naar stad. En als je veel gaat, stad leren nieuwe vrienden kennen, leren dingen kennen. De verkeerde persoon. Ja, en stad. Iedereen chill daar bij elkaar. Mm-hmm. Sommige mensen zijn stoer, sommige mensen dat. Dus hij wil ook tonen dat je. Ja. Inderdaad, dat je er zo wat bij hoort. Ja, zeker op jonge leeftijd. Je zoekt, ik denk. Zo. Op jonge leeftijd, je zoekt ook zo naar die groep die je begrijpen, waar je het beste in past. En ja, je creëert zo aan je identiteit. Mm-hmm. En heb je veel shit gedaan op straat? Zo? dat kan. Hé, hey, maar bro, dat kan geknipt worden, snap je? Ja, dat kan knippen. Dat is je probleem. Nee, maar dus opkomen voor de mensen van die buurt. Ja, is dat is altijd iets geweest van jou. Je... Ja, door dat ben ik ook in veel shit geraakt, snap je? Dus het is niet altijd positief geweest. Maar ben je altijd een goede mens geweest? Of had je een periode waar dat jij zelf dacht van ik ben wel Ik denk wel dat ik een goede mens ben geweest. En voor de rest wat de mensen denken, dat weet ik al. Ja. Dus ik denk wel. Ik vond, wat me betreft, ik heb niet slechter dan, denk ik. Mm-hmm. Ik heb sowieso domme dingen gedaan, ik had dat nooit gehoord. Ja, iedereen. Ja, snap je? Iedereen, maar, ja. Niets om te zeggen van, ja, hij is een moordenaar, hij is nee, nee, het is belangrijk hoe je er gewoon uitstaat als persoon, snap je? Ja, maar ik zeg jou, door samen met jou te zitten, ik zal nooit zeggen dat jij zo'n professionele vechter bent of zo. Nee. Ik denk dat dat ook zo is. Als vechter, bij u behoort in de club, jij leert ook discipline. Ja. Like op tijd, spullen proper maken. Ja. Ah, je praat over trainingsclub. Ja. Ik dacht discotheek. Nee, man. Dat zorgt ervoor dat je ook zo die discipline hebt. Mm-hmm. Dat speelt daar ook een rol bij, toch? Een beetje in je leven? Ja, dat kan. Maar dat klopt. Ook jouw emoties te controleren, discipline. Ja. heb je zo... Zot ik, dus wij zeggen tegen iedereen, doe telefoon uit. En deze gast heeft die telefoon nog in een box. Ik got called. Cut. Knippen. Ja, maar moet je mij leren, Oké, dus waar waren we? Oké, we waren bij discipline. De club. Hoe helpt die discipline u in het leven? Hoe doet jij dingen, hoe pakt je dat aan? ik weet niet, discipline. Gewoon aanwezig zijn is dat discipline, denk ik. Gewoon opstaan. Nooit opgeven. Ja, dat is dat discipline. En ouders, hebben die daar ook een rol in gespeeld? Ja, dat kan, ja. 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 In de opvoeding, een beetje. Ja, hoe zou je hebben grootgebracht? Ja. Ja, maar dat je vaak te horen van vechters. Man. Stel je voor, je hebt nu een blessure of het gebeurt iets en jij kunt niet meer vechten. Ja. Wat ga je doen? Ik ben ook iemand, ik probeer zo dingen te doen naast wedsport. Maar op dat vlak heb ik echt nog niet gebaseerd. Maar wat? Zotte, bro, we hebben keiveel van die technical difficulties. Oké, maar je hebt nog niet nagedacht over wat jij wilt doen als je niet meer kunt vechten of... Nee. Allee, stel je voor ooit. Nee. Maar wat zijn zo je passies buiten vechten? Heb jij iets anders dat jij echt zo graag doet of zo? Training geven.
Dus je eigen club starten is een optie. Ja, dat kan ook een optie zijn. Of niet zalig. Precies een eigen club starten, maar meehappen met mijn trainer. Dus. Zo. Ja. Maar heb je zo niet een bepaalde ambitie buiten het vechten? Ja, wat is ambitie? Rijk worden zeker? Ik heb zoiets, ik denk dat dat bij u is. Je hebt je talent gevonden. Ja, en dat is... Ik denk dat hij gewoon door, als een stoomtrein door wil blijven gaan. Gezegd, man. Tot aan mijn 19 jaar, ik wist niet eens wat ik wil worden. Dus. Mijn zussen voor iedere keer wat wil je worden, ik wist dat niet eens. Ik speelde voetballen, maar ik wist nog steeds niet wat ik wil worden. Ik was niet een type die kan zijn, ik wil voetballer worden, dit, dat. En vanaf het moment dat jij dan vechtsport hebt gevonden... Ja. Bro, iedereen is fucking veel lawaai aan het maken. vanaf het moment dat jij gevechtsport hebt gevonden... Ja. Was dat direct dat je het gevoel had van oké, ik heb gevonden wat ik graag doe? Of had je zo in het begin even zo'n twijfel gevoel? Nee, ik heb nooit het gevoel... Westsport, dus. Want ik kan dat echt niet begrijpen, bro. Het was iets zo daar zo... Maar ik denk dat een samenhang is van heel veel factoren. Like, jij komt Conakry, Guinea. Ik denk dat daar harder is, zoals in Marokko tegenover hier. Je komt van een ander land. Jij wil een toekomst voor jezelf maken. Jij meet de juiste personen. Je ziet dat je daar talent in hebt. Ja. Amateurvechters willen niet meer vechten. Ja. Je gaat ineens de prof. Dus dan is precies een weg wordt zo wat voor je voorgelegd. Je ziet dat alles goed gaat. Dan is dat makkelijk voor je om die keuze te maken. Net zoals jij met podcast. Ja, true. Like de opportunities komen, je moet die pakken en je gaat verder. Ja, maar dat is een ding. Hij heeft talent voor te vechten. Ik heb geen talent voor podcast. Ik doe dat gewoon. Nee, you got talent voor podcast. Like, je bent toch zo een beetje spontaan. Ja, like, soms is het niet altijd talent, soms is ook mensen die je pushen. Ja, zo'n motivatie en goede feedback. Dus. Ja. Dus je wordt elke dag wakker zo met een smile van, ja, let's get it. Snap je? En zeker Kamaru Usman. Ja, ook, snap je? Dus broer. Als je zo'n bericht krijgt, kan je niet. De champion, ook, ik kreeg een bericht van zijn managers en zo, Ali Abdelaziz en zo, snap je? Ja, maar, niet. Broer, maar hoe is dat? Leg mij uit. Ali Abdelaziz, hij stuurt je videochat gewoon. Nee, ik praat soms met hem over die vrouw, waar is je van de vecht en al die dingen. Oké, ik weet niet of je dat mag zeggen of niet, maar wil hij je signen als het goed gaat? Ja. En ook, niet alleen de manager van John Jones ook, manager van Masvidal. Inshallah, broer. Jij moet van België, man. Maar het probleem is, ze zijn allemaal een beetje later gekomen. Want nu zit ik vast bij alles anders. Bij War Fight, iets met dat te maken. Nu zit ik vast daar, dus ik heb even contract bij hen. Dus ik weet niet. En als dat afloopt, dan... Als dat afloopt is, kan ik misschien dan bij dingen... Ja, dus we hebben het perfecte moment gepakt om jou uit te nodigen op podcast. Ja, bro. Eigenlijk. Echt upcoming. Ja. Bro, ik hoop echt dat alles goed gaat voor u. Ah, dus like, wat MMA betreft. Het is wel. Gewoon focus blijven en het komen moet, inshallah. En zeker, welk land gaat jij vertegenwoordigen? Guinea of België? Alle twee. Ja, maar bijvoorbeeld als Bruce je naam afroept. Mij maakt niet wat dat is. Conakry, Guinea. Als je gewoon mee in naam zegt, is geen probleem. Dat is waar. Welke land dat is geen probleem. Okay. En heb je. Ik ga het niet helemaal anders. Want... Nee, maar no worries. Like, heb je ooit naar WWE gekeken? Bro, dat is fake. Ja, ik weet dat fake. Mensen die dat niet weten, dat is fake. Er zijn sommige mensen echt naar mij komen en zeggen van, oh ja, heb je dat gezien? Dat is fucking graaf. Die heeft rammel gekregen. Ja, maar mensen willen die leugens geloven. Dat zijn echt een spektakel. Maar stel je voor, jij zou ineens nu halve mili krijgen om mee te gaan doen aan een WWE fight. Waarom niet? Iedereen gaat goed vinden. Zelfs ik ga. Ik kan met mijn microfoon. Tuurlijk, spektakel, waarom niet? Ja, man. Maar het is ongeveer dezelfde aard. MMA is ook. Daar is daar meer entertainment. Ding is ook entertainment. Ja, je hebt de fight of the night ook. Hè. Like, hoe je je fight soms afhandelt, zorgt ervoor dat je de juiste bonussen en zo krijgt. Hè. Heb je dat al gehad? Nee. Hier in Europa heeft ze niet zoveel erop, hoor. Ja. Want je vecht nu alleen voor West-Europa, dacht ik niet? Maar ik heb veel aanbiedingen ook in het buitenland en zo. Oké. Okay. Dat is goed, man. En al tegen Oost-Europeanen moeten vechten? Toevallig, ik heb gehoord, Tsjetsjenen, Dagestanen, die zijn wel in de top. Mij maakt niet uit, ik wacht heel letterlijk in iedereen. Je hebt dat gewoon. Dat is goed, man. Nee, niet echt. Er is niet veel Pakistan die in Indiërs ook niet. Jawel, Indiërs wel. Indiërs? En in Engeland. In Engeland zijn er veel Indiërs die MMA doen. Maar zit er al in de UFC? Indiër?
Misschien dat weet jawel, ik niet. Sing. Maar ik denk, een Cage Warrior zit er nog veel in die eerste. Ja. Jawel, UFC eentje. Sing, dacht ik. Dat is een heavyweight. Okay. Of een light heavyweight. Ah, nee, wacht. Er was een Indiër die in de UFC zat, maar nu zit hij bij One Champion. Ah, hij, ja, is af, hij is af vorige week kampioen geworden. Hij is de wereldkampioen, Indiaanse wereldkampioen. Indië, ja. Hij heeft een ex-UFC-vechters ook verslaan. Oei, joh. Great Kali. Doet hij? Broer. Maar ja, man. Maar weet je nooit, niet bang, maar vrees je nooit voor een blessure of zo? Heb je nooit zoiets gehad van. Maar. Tijdens een gevecht zelf, dat jij dacht van, oké, als die mij hier raakt, dan... Nee, tijdens een gevecht denk ik dat niet. Maar op training denk ik dat wel vaak maak. Gelukkig, ik heb goede trainers. Ik heb 3 goede trainers. Steven, King... Nico. En Younes. En Nico, ik weet niet wie dat is. Steven? Wie is Steven? Steven, ja. King? Steven Wouters. Steven Wouters? King. King. Ja, eigenlijk, King, zijn echte naam is Sapsurian Kano. Wat, Koen Wouters? Nee. Steven Wouters, King... King en Younes. Dus ze zijn er zo'n altijd dat ik... Het is niet altijd hard trainen, snap je? Ze zorgen altijd dat ik goed train, juist train. Dus. Ja, de juiste mensen rond de bal, echt veel. En om de hoeveel maanden vecht je? Ik ben niet like, zo, like andere vechters. Bij mij is gewoon, als mijn lichaam ready is, als er een fight is, ik ben ready. Ja. Ik kan elke weekend vechten, ik maak me niet uit. Dus hoe meer fights, hoe beter. Ja, eigenlijk vind ik. Ja, zoals jij zei, voor ervaring op te bouwen. En want je hebt veel mensen, ze vechten één keer om de 5 maanden voor nieuwe dingen te leren. Dat kan allemaal, maar... Waarom? Ik denk gewoon, als je lichaam oké is om te gaan, waarom niet? Ja, maar ik stel me gewoon voor, zo van, ik heb ook al vaak gezien van UFC-fighters en MMA-fighters dat die thuis komen en die echt zo bijna niet kunnen bewegen van na de fight. Van, Is dat normaal? Is dat normaal? En heb je dat echt? Ja, is dat echt zo zwaar als het lijkt? Soms na de fight loop ik een kruiden. Soms na de fight is mijn eerste pro-fight was mijn ding genaaid. Het liet dus helemaal op te hebben. Ja, hoor erbij. Ja, dat hoort erbij, inderdaad. Maar ja, als je die paycheck erna krijgt, dan heb je ook zoiets van, hey, I made it. Ja, altijd door die paycheck. Als je gewoon daarna de fiets pakken en al die dingen krijgen. En, snap je, en winnen. Snap je, je hebt gewonnen. Ja, snap je, je hebt gewonnen. Dat is een verslavend gevoel, hè. Snap je? Ja, ik weet het. Laten we zeggen, 3000 mensen zaten kijken naar jou, terwijl je wint. Dat is iets van, snap je, wauw, ik heb gewonnen, snap je? Ja. Maar... Heb je al iemand tegengekomen, een andere vechter of zo, die totaal onrespectvol was of zo? Dat is een stare down of. Ja, je hebt dat altijd, maar na de fight is er altijd respect. Altijd respect. Ja. Altijd. Heb je ook zoiets niet, bijvoorbeeld als je iemand een knock slaagt? Ja. Wat gaat er dan door u op het moment dat je die zo dit op de grond ziet liggen? Wat doe je dan? Niks. Totaal niks. Geen genade, niks. Nee, eigenlijk niet. Ik zie veel ik kan het daar. Want ja, kijk, die respect. Dus of wat? Is AMKO of is JKO, snap je? Ja, dus daar moet je ook naar denken. Ja, maar weet je, op het moment dat jij bijvoorbeeld een hoek gaat geven of jij die gaat raken, weet je van, oké, als ik die nu raak, dat is KO? Ja, kijk, ik ben niet iemand die op punten... Ik weet niet graag punten. Dus elke hoek dat ik trouw of elke punch dat ik trouw is voor een knockout. Snap je? Dus... Ja. Oh ja, dan moet je een zotte conditie hebben. Kan je geen knockout zoeken? We gaan ze bieden op. Kijk, ik ben een fighter, ik kan geen knockout zoeken. Maar alles wat ik trouw is voor een knockout. Ja, dus die optimale mindset, man. Ja. Alles wat ik trouw, kan niet zo gaan testen, die dat of aan aanraken of wat er met spelen. Nee. Vechters gaan zo voor die, moet ik dat zeggen, 100 punches, die gaan bijvoorbeeld voor 20, die op een knockout gaan. Maar als je elke punch trouwt voor een knockout, heb je sowieso meer kans. Dan gaat je voor die 100%. Zo ik kan zeggen, jullie weten, ik ben explosief, dus. Het komen gewoon zomaar uit, snap je? Ja. Het komen zomaar uit. Maar ja, Marshall, je hebt het geluk ook dat je gewoon die conditie hebt. Want er zijn veel vechters, bro. Bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven. Ngannou in het begin, als heavyweight. Toen hij ging vechten, bro. Zijn echte eerste fight tegen de Beast. Ja. Die gast was al kapot. Like, op een moment was hij zo aan het wankelen, gewoon omdat die conditioning niet goed was. Dus ja, hij speelt helemaal, in alles een rol, man. Je moet worstelen, je moet stand-up en dat is weer... Plus is dan nadenken, dat werkt allemaal mijn conditie mee. Dus. Ja. En die transitie, stand-up naar grond. Kun je dat goed? Ja, tuurlijk. En goed moet technisch, jiu-jitsu? Moet wel. Okay. Bro, ik ben echt aan het zweven hier. Ik ben echt aan het luisteren en ik zo, wow, ik ben echt zo ziek. Ik heb één beeld in mijn hoofd. Ja, voor mij is dan zo'n superhero bijna. Ja, maar ik weet niet. Ik denk dat ook, dat is een community, man. Like de MMA-community, die zijn...
heel verdeeld ook. Like, bijvoorbeeld na John Jones, wie heb jij nog die jij zo, waar jij zo naar kijkt en je zegt zo van, oké, die heeft iets dat ik ook wil gaan toepassen, misschien beter wil. Ik heb niet, maar ik heb niet alleen maar één favoriete vechters. Ik heb Khabib, Jose Aldo. Dat zie ik ook heel graag. Die heeft zijn, ja, die kennen mijn naam Gregor, weet ik niet meer wat er met hem is gebeurd, joh. Ja, maar nog steeds, ja. Ik van hem nog steeds ziek. Inderdaad. Dus. En Ewa Salah. Ewa Salah. Als in orde. Keita, Salah, Keita. Oké. Okay. Ja, nee, dat is... ja, dat stond wel veel. Nee, maar ik vind voorbeelden. Ik ben echt gewoon zo van... Wat is voor jou zo... Het ding dat... Vechten echt mooi maakt voor jou. Dat jij denkt van... Shit, hier ben ik echt verliefd op. Met het vechten. Ja, want veel mensen zijn daar tegen. Ja. Like als die u zien vechten, 100% er zullen mensen zijn die zeggen van ah, die gast is agressief, ik weet niet of ik met die gast kan viben. Veel mensen zijn tegen het naam, eigenlijk. Ja. Kooi vechten, zo, dat klinkt zo... Agressief. Ja, dat klinkt zo echt agressief. Dus eigenlijk... Maar moet je zo tegen, moet je vaak zo tegen die vooroordeling gaan? Nee, eigenlijk echt nog niet. Nooit meegemaakt? Nee. Als vechter, dat bleef maar een sport, snap je? Dat bleef maar een sport. Boxers hebben ook boksen, kickboxer doen ook een ding. En MMA is ook een sport, snap je? Dus. True. En stel je voor, jij zou ooit kinderen hebben of zo? Ja. En die willen mee in de wereld gaan van, ja, van MMA of zo? Zij mogen dat, maar ik zou nooit mijn kind adviseren om MMA te doen. Waarom niet? Waarom niet? Te veel werk. Opstaan, lichaam kapot, dit, dat. Ze mogen, mijn kinderen mogen elke sport doen dat ze wel, maar ik zou niet zeggen tegen mijn kind, nee, je moet er mee doen. Ja, dat is een beetje afbaken. Niemand zou dat doen voor zijn kind. Ja, ik zou dan niet zeggen, je moet er mee doen. Je moet dingen doen. Want MMA is echt niet makkelijk. Want ook al later liefde toe, dat kan zijn dat je afkeert. Ja, gelijk, blessures kunnen ook later opkomen. No? Shit. Ja. Ja, wie wil er dan nu na elke training misschien gebroken been, gebroken, snap je? Dus. Ah, daarmee denk ik aan die shit van Anderson Silva. Dat was zijn been. Of Chris Weidman. Ja. Nu weer al. die klapt gewoon dicht. Maar dat komt, je hebt dat niet gehad zo van die mini-fractures? Zo van die kleine breukjes in je botten? Nee, niet echt. Ook niet? Nee, niet echt. Nooit iets gebroken tijdens een fight? Nee. Nooit? Nee, nooit iets gebroken. Iets uit de kom of zo? Nee. Wat eens, de sparring heb ik vaak, like nu mank ik een beetje. Wanneer gaat hij ooit uitgezonden worden? In juli. Ja, ik weet gewoon dat niet mag uitgezonden worden voor de fight. Ja, want anders, ja. Die weten dat, oké, we moeten zijn been raken. Dus nu mank ik een beetje zo voor de fight, dus. Oké. Dat zie ik. Dus je moet slim spelen, je mag zelfs niet te veel zeggen, want dat kan in voordeel van je tegenstander. Ja, dat is gewoon heel tijd aan denken. Onze sale guide heeft een vraag. Ik heb twee vragen. Ja. Oké, wacht. Ik ga dat nog eens zeggen, gewoon voor de zekerheid. Heb je ooit racisme moeten doorstaan? Meemaken? Ja, racistische opmerkingen tijdens een wedstrijd? Of... Nee, niet echt. Niet dat ik weet. Nooit. Ik kan racist. Nee, ik heb scheid aan racist. Nee. Dus dat maakt jou echt niet uit? Nee, ik zo, dat maakt me niet uit. Nu ben ik nu een neger. Ewa, tjallas. Dus mee maakt dat eigenlijk niet uit. Ik maak me niet druk op. Maar ook niet voordat jij... Ik kan racisme nooit echt op eenzelfde lijnen staan, dus ik denk niet echt iets dat mij... Ja, zoals ze zeggen, een beetje, je hebt daar scheid aan gekregen. Ja, ik heb er echt scheid aan. Bij mij was dat toen ik in België kwam en mensen begonnen mij zo uit te lachen en shit, mijn antwoord was altijd vechten. Ja, maar ik denk, als vechter moet je wat inhouden, omdat dat kan je image een beetje afbreken. Hè. Ja, je wil niet in het nieuws komen te staan als... Ja. En dat is ook zo'n ding, ik heb al vaak gehoord van mensen dat professionele vechters en zo, die proberen nooit te vechten in het echt, want de manier dat die al gewoon zijn van te vechten, dat is echt... Een punch kan iemand vermoorden als die andere persoon ook geen vechter is. Maar ja, daarom. Maar eigenlijk, meestal vechten zich ook, die gaan pas aan de... Ja, maar stel je voor... jij drinkt niet, maar stel je voor, dat is een vechter die wat drinkt en die heeft gedronken en die zet en iemand komt die niet een vechter is en die... Maar hij heeft daarom. Ik neem aan dat jij daar totaal geen probleem mee hebt. Like, hoe sober leeft hij? Training, wedstrijden, draait hij waarschijnlijk gewoon hangen, PS. Nee, dat is nog... Ja, wel, dat speelt een enorme grote rol. Dat bepaalt hoe jij als vechter doorgaat geraken, of niet? Like, twee keer per dag trainen, broer. Elke dag? Niet elke dag. We zijn nu vast rustdagen.
Vaste rust is zaterdag zondag. Goeie weekend. Ja, goeie weekend, ja, dus, ja, perfect voor een podcast. Ja, man. Oké, wat is jouw tip met kinderen of jongeren die agressief en woedeproblemen hebben? Naar Westport gaan, naar Westschool gaan. Altijd, gewoon direct? Ja, het kan helpen, het kan echt helpen. Ja. Al die energie daar kwijtraken en daarna... Ja, rustig terug naar huis gaan, ja. En wie is zo de persoon waar jij droomt om ooit tegen te vechten? Ik? Oh. Te iedereen eigenlijk van UFC, maakt me niet uit. Oké, okay. Hij zei iedereen, ik zo... Nu eerlijk, momenteel, ik heb gewoon te iedereen vechten van UFC, maakt niet uit. Zolang dat ik UFC ben, ik kan gewoon te iedereen vechten, maakt niet uit wie. Ja, het is een beetje die grind, die ja, hustle, ja. Zou jij, Connor, zou jij maar, ready zijn? Die man zou nu komen, die. Oh. Oh, die man nu komen, nu. Nu direct. Ja. Vind jij hem een beetje overrated? Connor, nee, ik vind hem niet overrated. Maar denk je dat jij die aan kunt? Tuurlijk. Waarom niet? Het is een striker. We gaan deze sturen naar Conor McGregor. Ja, ik vind hem niet. Ik vind hem niet overrated, ik vind hem ziek zelf. Als je ooit tegen hem gaat vechten, zeg Morse code wilt. Nee, ik vind hem echt. Die link. Ik vind hem zelf een beetje underrated sinds na Khabib. Mensen onderschat hem een beetje. Maar als je ziet, tegen Khabib, die wordt gesmashed tot de mid, die wordt zelfs met die overhand gepakt. En dan tegen Dustin Poirier. Dat was dat zelfs. Ik weet niet wat er aan de hand was. Enigste tegen Cowboy Cerrone heeft dat nog goed gevochten. Ja, maar kijk, als jullie McGregor overrated vindt... Nee, tuurlijk niet. Tegen Khabib, dat vind jullie echt Khabib dat underrated. Want Khabib is echt... Nu om te laten, snap je? Khabib is beest. Ja. En wat heeft dan Conor McGregor is ook ziek. Dus dat was, ja, dat was een prime fight. En Conor McGregor was niet slecht in die fight van Khabib. Nee, die was heel goed. Die heeft nog die takedowns, heeft hij goed gedefend. Hij was heel goed. Wie heeft er zo lange takedown defense dan die Khabib? Niemand. Ja. Dus geloof me, McGregor is echt een ander level. Ja. En ik geloof dat Dustin de vorige fight dat Dustin geluk had. Ja? Ja. Hij had wel geconnect, maar... Ja, hij had geconnect, maar door die locus en zo. Maar McGregor was veel bezig met andere dingen. Ja. Whisky, box en dat. Dus de flow zat er niet meer in. Ja, en ook maar, zo bij het checken van die low kicks is daarom, het fout gegaan. Maar een rematch hadden we gezien. Zijn scheen was zo opgezwollen, man. Dat was niet normaal. Dat is echt vies om te zien. Heb je nu al zo grote sponsorships of zo? Ik heb 11 sponsors. Schoen. Dus, zo wel. Ja, upcoming. Dat is goed, man. Dat is goed. Alright, ça va. Nog iemand? Iets wil vragen. Dames en heren, dank u wel om te kijken, dank u wel om te luisteren. Wadi, dank u wel om hier te zijn. Nogmaals, uw streamingplatform, het gaat goed mee. Begint geld daarmee te verdienen, zodat wij... Dat wij Morsecode kunnen boosten. Ja, nog meer. En Keita kunnen sponsoren ooit. Sowieso. Stel je voor. Echt waar, broer. Stel je voor. Blijf werken, man. Jij zegt, nu één UFC-fighter, één Belgische UFC-fighter... Die er al is en die is niet outstanding om eerlijk te zijn, dus jij kunt dat worden, man. Jij kunt dat niet, jij gaat dat worden. Jij gaat dat worden. Dat word ik graag. Bro, Keita, uw Instagram is hier. Nog iets dat jij denkt dat mensen u zouden volgen of zo? Speciale website of zo? LinkedIn? Daar hebben we zin. Nee? Gewoon zijn upcoming fights kijken. Wij waren hier eerst met hem. En over 5 jaar gaan we terugblikken op dit moment en gaan we beseffen dat dat een van de topfighters was. Van heel de wereld. Ja. Nee, ja. Ciao, Brady.